Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Het is 19 december 2020. Wij rijden in Veghel. Wij gaan naar parking Hoogstraat. Die zit op de Hoogstraat 30. Het kost daar 5 euro, maar dat moet je betalen bij het loket aan het gemeentehuis. Maar het gemeentehuis is gesloten op zaterdag en zondag. Misschien dat ze langskomt van het VVV-kantoor. Misschien. Ja. Maar je hebt daar maximaal 2 plaatsen met een maximale lengte van 12 meter. We zullen eens kijken of er nog een plekje is. Het zat wel vlak bij het centrum. Ja, het is ook een grote parkeerplaats wat er vlak naast zit. En op foto's kun je zien dat er ook wel eens campers gewoon op die parkeerplaats staan. Jachthaven. Ja, dit is heel mooi dichtbij, hè. Ja. Ik ga straks even heen wandelen. Linksaf. Dan zijn we er al bijna, hè? Ja. Dat was de Hubo, zag ik. En dan is het aan deze kant van de Hubo. Voor mij is het hier rechts. Deze, de P. Ja. Er staat niemand, zie dat? Er zijn 2 plekjes, schuine plekjes. En het is dan mooi weer ook nog. Ja, het zonnetje schijnt nog. Kijk, dat zijn die andere parkeerplaatsen, waar je er voor je ziet. Daar stond ze dan ook wel eens. Maar wij gaan hier nog staan. Nou, we staan op de plek. Kijk maar eens. En hij is lang. Moet je kunt nog een heel stuk naar achteren en nog een stuk naar voren. En hij is ook breed genoeg. Ik sta aan deze kant sta ik op de rand, de stoeprand zeg maar. Sta ik zo. En dan heb je deze ruimte nog hiernaast. Ik had wel heel iets verder die kant op gekund. Hè? Naar rechts, voor de auto naar rechts. Staat ook een beetje scheef, zie je dat? Maar dat vind ik altijd wel prettig, een beetje scheef staan zo. Op die manier. Dan heb je je hoofd boven je voeten. Hè? Dus hoger dan je voeten. En de pomp van de watertank, die zit ook aan de andere kant. Dus aan de rechterkant. Dus als die tank bijna leeg is, dan slurpt hij nog net het laatste gedeelte eruit. Plus het wasbakje. Hè? Dat afvoertje zit ook aan de rechterkant van de auto. Dus die loopt dan ook mooi leeg. Dat is wel ideaal. Nou, dit plekje. Ik kan op dit moment eigenlijk weinig van zeggen. Het enige is dat het op dit moment rustig is. En dat er een klein vuilnisbakje bij zit. Daar zo, zie je. Dan gaan we zo eerst eens eventjes een wandelingetje maken. Even kijken hier in de stad. Wat ik wel had gezien, ik zie hem van hieruit. Ik weet niet of het op camera goed te zien is. Net boven de cabine van de auto, daar zie je de kerktoren. En volgens mij is dat een hele mooie kerk. Er zitten allerlei kleine torentjes. Er zit dan weer op die toren, zie je dat? Ja. Hele mooie kerk lijkt me daar. Een toren in ieder geval. Hé, hey, hierachter is. Volgens mij heb je hier een kerkhof hierachter. Ja, ik denk het wel. Nou, nog wat oude foto's aan de muur. Van Veghel van vroeger. Dus wij gaan zo eerst eventjes de stad in. Oh ja, en nog eventjes naar de jachthaven. Hè. Dus waarschijnlijk gaan we weer 2 wandelingetjes maken. Echt een mooie kerk. Hè, vooral nou de zon er zo op schijnt. En daarachter zie ik ook nog weer een torentje. Ik weet niet of het bij deze kerk wordt of dat nog een kerkje is. Vliegt er net een vliegtuigje over de toren, zie je dat? De Oude Haven, VSM-kantoor, 1860 staat erop. En daar staan we nu, in de Oude Haven. Nou, de stad was niet echt heel veel bijzonders. Het was wel een mooie kerk natuurlijk. Maar de stad, ja, de kleine straatjes. Wel alle winkels aanwezig hier trouwens. Ja. Nou, dit is natuurlijk zomers hartstikke druk en gezellig hier in de haven. Maar nou iets minder druk en gezellig natuurlijk. En dan lopen we even helemaal door tot aan deze silo's van die fabriek.
En dan zien we hier de CHV Noordkaar. Machines zwijgen, maar het nieuwe CHV Noordkaar laat van zich horen. Culturele bedrijven en ondernemers gaan gewoon door met mixen en mengen. Cultuur met food, bedrijfsleven met kunst. Ouderen met jongeren, maar ook werk en vrije tijd worden samengebracht op deze unieke locatie. Ontdek hier dit bijzondere stukje Veghel. Nou, dan gaan we eens even kijken natuurlijk, hè. Ja, kijk eens. Oude Scania 111 van een supermarktketen Jumbo. 1983 staat erop. Dat is nog niet zo heel oud. Kijk, ook wel een mooi camping van maken. Hè? Daar kun je wel in wonen. En daar nog van de ijzergieterij. Gieten. Ja, hoe noem je dat? Ketels? Kannen? Piepers. Met een Z aan het eind. Ja. Allemaal kerstboom. Hé, hey, kijk eens. Een schietschans. Maar een nep, hè? Een nep schietschans. Ja. Is wat? Maar het is wel leuk. Ik weet niet hoe lang dit hier is natuurlijk. Of dit voor altijd is of alleen nu even. Maar het is wel mooi. Kun je daar de trap omhoog. En dan kom je hier op de loopbrug. En dan lopen we die kant op. Gaan we er daar weer af. En lopen we aan die kant van het water weer terug. Naar onze auto. Maar dit is wel leuk hier. Het is, ja, volgens mij is het nou gesloten. Vanwege de lockdown. Maar daar kun je normaal naar binnen en dan kun je wat eten in dat gebouw. En drinken natuurlijk. Ja, ik vind het wel een mooi plekje hoor. Het lijkt wel alsof het gewoon drie kerken naast elkaar zijn. Zie je dat? Het hoort allemaal bij elkaar. Daar links hoort bij het klooster. Dit is dan de hoofdkerk. En het lijkt net of dat een kerk is waar misschien de uitvaart worden gehouden ofzo. Als iemand het weet, zet het maar onder deze video. Ik weet niet of jullie ons nou nog kunnen zien. Een beetje donker, maar wat een mooie verlichting, hè? Alles mooi in het licht. Het oude gemeentehuis. En de kerk. De kapel ernaast. Prachtig. Het is inmiddels de volgende ochtend. En ja, we hebben heerlijk geslapen. Gea werd om 3 uur vannacht wakker. Maar dat is eigenlijk een normale tijd om op te staan. Maar werd ze wakker van vuurwerk. Dus ik weet niet of dat nou hier op de parkeerplaats was. Of dat dat ergens bij de mensen thuis was. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Maar dat is, ja, we hebben buren gekregen. Zoals je ziet. Die waren ook heel rustig trouwens. Die hebben we niet gehoord. En ik vind het eigenlijk een heel mooi plekje. Ik bedoel, 5 minuutjes bij de stad in. En 3 minuutjes in de jachthaven. Ik bedoel, hartstikke leuk. Echt. En dan heb je ook nog een park. Dat was een beetje donker. Hebben we niet gefilmd gisteren. Maar zijn we gisteravond nog even neer geweest. Dat is voordat je het centrum ingaat, rechtsaf. Niet zo heel groot. Maar wel heel leuk. Met heel veel speeltoestellen voor kinderen. Dus is dit een plekje dat we kunnen aanbevelen? Zeker weten.